Yes. Nou Stan, ik zou zeggen, na fucking anderhalve week, ja, is het zover. Ik heb afgelopen anderhalf uur lopen vloeken en tieren. Als je genoeg op Retired rampt, dan kom je de cloud service in en krijg je het werk van een accountje. Nou, volgens mij is het anderhalve week is hoor. Ik heb het al vaak gedaan. Ja, uiteraard. Maar wij zitten erin. Dit is de trailer van de multiplayer. We hebben hem gisteren al twee uurtjes gespeeld of zo. Ja, met een temporary account. Temporary account. Oeh, Lamar heeft een bloemetje. God damn, girl, you fine as a motherfucker. Heel subtiel ook. Oké. Maar ik zit er al iets in aan douwen. Ja. Jij bent tot het werk aan het spelen. Je hebt de intromissies al gehad. De intromissies heb ik gehad, ja. 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 Dus eindelijk. Wij volgen mijn beelden gewoon zeg maar eventjes gewoon voor de intro. Zonder al te veel willen spelen, spoilen. Ik heb een fucking Chinook achter mij. En jij komt met alle spectaculaire momenten vanuit de singleplayer zelf. Gewoon om de afwisseling af en toe een beetje in te houden. Hierna komt de tweede aflevering. Gaan we met z'n tweetjes gewoon lekker even online ouwehoeren en knallen. Nu we eindelijk progressie kunnen treffen, is het spelen daadwerkelijk iets waard? Ja, hoop ik wel. Want we weten niet hoe lang het nu duurt dat hij eruit klapt. Mm-hmm. Maar voor nu doet hij het. Maar het kan ook zijn dat hij morgen gewoon weer zegt van ja, ik kan de cloud service weer niet op. Ze hebben dus opnieuw, ik weet niet of je dat is opgevallen. Ze hebben dus nu een knop ingebouwd waar je op X kan rammen om zeg maar te retryen. Ja, maar die was al heel lang, die retry-knop. Is dat zo? Want dat was in het begin nog niet zo. Nee, die hebben ze erna ingezet wel. Oké. Nou, dat is in ieder geval fijn, want ik ben er gewoon. Ik was met Stan aan het praten, hij was bezig met zijn introfilm. Dus ik moest even wachten. Dus ik dacht, laat ik in de tussentijd gewoon net zo lang op X rammen tot er iets gebeurt. En zo waar, mocht ik ineens een mannetje maken, en dacht ik, hey, er gebeurt wat. Ja. En zodoende ben ik er nu in. Ik, nogmaals, wat Stan ook al zei, het is de vraag hoe lang dit gaat duren. En dat is, ja goed, dat is het onderwerp eigenlijk waar Stan en ik het de afgelopen anderhalf week ook een beetje op gehad. Hoe slecht ik het eigenlijk vind dat deze service zo slecht werkt. Ik vind het diep triest. En niet zozeer om het feit, weet je... Ik kan me er ergens van... Zo, lekkere texture drop trouwens bij mij. Had jij dat ook tijdens het interfilmpje? Dat die traat zo laat inladen? Okay. Ja. Nee, maar goed, dat is anderhalve week. Je zou verwachten dat dus de game tegen... nu gewoon fatsoenlijk zou werken. Dat is al niet het geval. Het is bijna een maand later voordat een game fatsoenlijk werkt. Jeetje, die upgrade kostte veel meer online trouwens. Ja, dat klopt. Maar dat is dan, dus een maand hè. Dus we zijn bijna een maand na release... Hebben we dus een game waarbij de iPhone en de Android app nog... De app is er gewoon nog niet. Het is een beetje incompleet. Ze hebben een game gekocht die alles zou bevatten en het niet heeft. Dus dat is een beetje jammer. Ja, en trouwens, volgens mij heeft de... Volgens mij is de, hoe heet het? De... Blablabla, de iPhone app werkt ook niet om vegen de dinges. Nee, dat heb ik een paar dagen geleden gehoord van een vriend van ons, Jelle volgens mij. Die zei dat het nog niet zo heel goed werkte. Wat is dit? If you're a good sport, you will receive periodic awards. Oh, je loopt ook gewoon automatisch op afstand dat je iets kan doen. Oké. Want ik heb het weten al van jou. De eerste missie begint met een race. Heeft iedereen dezelfde auto trouwens ook? Ja, je kan kiezen. Je kan kiezen? Ja, een beetje, hoe heet ook weer die serie met die musselwagen? Ja? God, hoe heet die serie ook weer? Met die oranje wagen. Dukes of Hazzard auto heb ik een beetje nu. Lamar doet ook mee, maar die is level 99. Oh. Ja. Oké. Okay. Er zijn ook wapens, dat heb ik al gezien gisteren tijdens het spelen. Is dat... Trevor de Grote. Nee, is dat... even denken, dat er sommige wapens te unlocken zijn met level 120. Terwijl je op dit moment nog niet zo hoog kan, überhaupt. Dus het is een zeer interessante, laat ik zo zeggen. Zo, wie doet dat op stil? Die was echt met een helikopter achter me aan. Dat is echt bloed-upgrade, is niet dood. Lekker voor hem. Gewoon met de Chinook achter me aan de hele tijd. Hij wou mijn auto gewoon vastpakken met die haak. Ah, die Chinook. Ja. Wat? Alleen maar deze klote auto's? Ja, ik heb dus verloren, want ik begin waar ik niet tegen kan. Ja? Van die gasten die meteen, zodra ze een race beginnen en merken dat ze niet beter kunnen rijden, ze gaan je duwen. Ja. Ja. Holy fuck. Ik ben al neergeschoten. Ik ga met die Mercedes alike. Okay. Color, black. Ja, gaan we black, joh. Denk jij nou? Nee, ik ga niet black. Ik ga icy white. Je moet goed naar de stats kijken wat ik het beste zijn. Ik ga... Maar niet uit. Is leuk. Volgens mij ben ik nu dood. En ik kreeg dat rare, vieze mannetje uit de hemel. Ja, dat ga ik ook nog meemaken zodra ik dood ga. Dat is heel... Als je genomen wordt door een speler. Ja, als je dus een temporary account hebt, die speelt elke dag een uurtje. En je gaat doodgeschoten door een speler. Zie je dus elke keer dat filmpje.
Dus alle advies eraan is, ga alsjeblieft op X rammen en probeer die cloud te komen, anders is het gewoon niet de moeite waard. Your bed, heb ik geld? Ik wil al mijn geld uitgeven aan kleren. Ja, is het handig om geld in te zetten op die race? Niet echt nog, hè? Heb ik niet gedaan, nee. 100, 300. Ready? Ding, 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 ding. Come on, lady man! Die man loopt allemaal tegen mij te lullen. Als je niet wil dat je elke keer wordt vermoord door andere spelers, kun je in passive mode gaan. Het kost iets van $100 en dan kunnen andere spelers je niet vermoorden en zo. Ja, klopt. Maar ja, goed, als je één speler met een bounty vermoord, dan heb je meteen een paar duizend. Dus aan zich is het niet heel erg veel. Nee, het valt mee. Oké, Stan. Ik ga ondertussen even focussen op mijn race. Lamar. Ja, het is wel jammer dat jij nu al die missietjes moet doen. Nog. Ja, want het duurt best wel even. Maar laat zo zeggen, we focussen deze let's play puur op het begin van de game. En alle toffe momenten van jou, die knallen er gewoon tussen nogmaals. Dus, ja, daar komt het dus. Het is gewoon lekker kunnen praten, eventjes over het begin hebben en... over hoe goed alles werkt. Oké, ik heb een auto nodig. Ik heb een pistool. Maar je hebt natuurlijk ook de legerbaas, dat mij altijd wel favoriet altijd is als je ook aangereden. Oh, ik word verdomme geroadblocked. Nee! Als je online speelt vind ik het altijd leuk om op die legerbaas in te gaan en dan weet je wel zo'n... Ja, dat laten we in de volgende aflevering zien, tenzij we daar straks nog tijd hebben, maar ik denk het niet. Dus dan gaan wij... Er is een manier om de legerbaas in te komen. Die is namelijk dicht. En daar moet jij iets op verzinnen, wat zou je zeggen? Zonder helikopter. Zonder helikopter, inderdaad. Je kan dus met een auto, niet te voet, kan je er naartoe. Zul je zien, dat je gewoon te voet erop een kaart... Wij waren al lang blij dat we dit hadden kunnen vinden. Ja, want we hadden gisteren altijd voor elkaar gekregen om echt na een half uur speeltijd al in een staanweg te vliegen. Ik, voornamelijk. En toen heb ik de man die mij heeft geholpen om die straaljager te rijden, die heb ik toen uit de lucht geschoten met mijn straaljager. Om daarna de volle lading over me heen te krijgen natuurlijk. Maar het was erg geestig. Ik heb iemand mogen neerschieten en it felt good. Is it felt good? It felt good, yes. It felt very good. Ik ben nou zo'n vent aan het achterna zitten die mijn auto heeft gejat. Mijn Juice of S auto. Wow, spinning out of control. Maar even veel... Hey, ik heb dus een tracker op mijn auto gezet, waardoor ik dus kan tracken. Tracken? Ja, een soort... Huh? Hoppa. I do not understand. Explain. Ja, als je de auto hebt, zeg maar, yeah. De eerste auto die je krijgt, dan kan je een tracker opzetten. Ja. Yeah. Dit is ook echt jouw auto dan? Ja, zeg maar mijn auto. Dus ik kan hem gewoon overal te volgen. Oké, dus als iemand jouw auto jat, dan is het gewoon een kwestie van... Volg het autootje op je kaart. Okay. Alleen heb ik echt fucking veel politie achter mijn hand, omdat ik die gas heb neergeschoten. Ja, weet je wat ik trouwens wel meteen merk? Is ja. A, mijn driving skills niet zo hoog. En B, ik mis Franklin's power. Ja. Weet je hoe fijn het is om met een supercar door de straat te rijden en op het moment dat een bocht zeg maar net te scherp is, zijn power te activeren, om daarna gewoon met compleet volle snelheid door die bocht heen te turnen. Nou, het is nog eens een turn. Het is gewoon een complete haak de hoek om. Precies. En, maar ik heb het gevoel dat mijn auto langzamer... Als je eerst rijdt, rijd je auto dan langzamer? Nee. Misschien op de heuvel. Nee, als je eerste bent, dan heb je niemand voor je, waardoor je automatisch altijd trager rijdt. Iets trager rijdt? Je hebt sowieso geen slipstream dan. Nee, precies. Hoppakee. Gewonnen! Ja! Gewoon... Ja, ik heb... Gewoon afblokken. Gewoon afblokken die handel. Dus doe je dat, jongen. Ja, doe maar zo. Heb jij trouwens die niet de daadwerkelijke woorden van de jongens uit te spreken, hoor. Maar heb je die video op Dumpert voor jou dan die andere gezien over, geloof ik, Ponyus? Over het onderwijs op het MBO, laat zo zeggen. En dan ging die dan vragen aan wat ze vonden van leerkrachten op lerarendag. Heb je dat iets meegekregen? Nee. Nou, moet je binnenkort eens kijken, ook voor jullie kijkers, als je even zin hebt en wat grof geweld en lekker niveau, laat zo zeggen, dan is dat een interessante video om eens te kijken. Maar ik was met mijn groepje vandaag op school. Oh, dat is wel een grachtheid trouwens, hé. Oh. Ik zit nou een winkel te overvallen. Ja. En dan staat daar letterlijk, shout through your headset, dus als je een headset op hebt, mm-hmm. Dan kan je ze sneller intimideren als ze je geld geven. Wat? Alhoewel ik dat erg vet vind... Zitten wij nu via Skype te bellen? En voor ons heeft het even geen zin, maar... Zo door Skype... Nee, maar het idee is toch wel belangrijk dat ze dat gewoon al... Mm-hmm. Weet je trouwens dat je meteen level 3 bent als je de race wint? Ja, ik was ook meteen level 3. Verloor. Ja, die man hier onder mij is level 2 maar. Dus... Oké, dat is fijn nou. Evil laughter. Okay, deze auto van mij heeft mist 4 voorbanden. Mm-hmm. 4 voorbanden, zeg ik ook. Jeetje. Eh.
Is dat, valt je dat trouwens ook op, trouwens, van GTA Online? Is de snelheid waarmee je banden verliest? Ja, maar iedereen meet dat op die banden. Ik niet. Ik schiet een pik op je kop. Wat is dit? Prevent character loss. Ja. Het is een helikopter achter me aan. Heel fijn. Heel fijn dit. Ah, ze hebben een waarschuwing. Dus if the Rockstar Cloud Servers are unavailable, do not create a temporary character. Do not press retry. Instead, back out to the story and try again. We are working on permanent fixes to these issues. Dat is leuk dat jullie dat zeggen, jongens. Maar het doet me niks. Je hebt daar nog steeds heel veel pijn gedaan. Ja, diep in mijn hart. Nee, ik blijf heel erg stevig stand houden. Ik vind onzin. Ik vind complete onzin. Dit mag niet. Dit kan je gewoon niet doen. Niet als GTA zijnde. Tja, ik denk dat, ja, ook al hadden ze het niet verwacht, dan hadden ze toch nog steeds een beetje moeten... Nee, ze hadden het donders goed verwacht. Ze hadden het ook moeten zien aankomen. Je hebt de grootste hype, plaats jij ongeveer op elke game. Ja. Je maakt zo gigantisch veel winst, dat je echt denkt, boejo. En dan komen ze een week van tevoren, komen ze mee, ja jongens, ik denk... Ik heb zo'n gevoel aan mijn water, weet je wel, ja? Dat we surfproblemen gaan krijgen. Ja, van ja, dag. Ja, precies. Oké, dit is leuk. Hoor. Ik heb wel eens van die lekker niet zo subtiele opmerkingen geplaatst als... ja, even lekker servertjes afhuren. Het is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk, het is allemaal redelijk fysiek. Maar dan nog, weet je, zou die gewoon kaartrekening mee kunnen houden. Ja, precies. Nou, volgens mij ben ik eindelijk die politie ontvlucht. Oh nee, er rijdt er eentje voor mijn neus. Dan gaan we hier links afslaan. Cornetjes. Nou, Lamar die heeft... Lamar leeft nog. Leeft nog? Tuurlijk leeft hij nog. Ja, nee, weet ik ook wel. Maar die leeft... Eigenlijk, dat character waar ik vandaag, die gaat misschien wel... in eerst dood, maar die blijft best wel lang bij je. Zonder echt veel te spoilen, aangezien hij toch niet heel erg belangrijk is. Ja, want speelt het nou na het main story of voor de main story? Nee, dat weet ik ook niet. Ja, dat is het dus wel. Maar het speelt 3 maanden voor of na, geloof ik. Ja. Ik heb, die witte auto, is die van jou die je in het begin krijgt? Oh, dat is de mijne natuurlijk. Die heb ik ze net in de race. Jezus, hallo, Otto. Ja, ik ben af en toe ben een beetje laat daar van begrip, hoor. Ik volg meest in het leven en het wereld, geloof ik, allemaal heel snel. Maar kleine dingetjes, zeker als ik afgeleid ben, nee. Get to Cypress Flat, oké. Allemaal van die missies hebben. Wat zijn nou? Get to Cypress Flat? Cypress Flat. Oké, goed dat ik leer, anders denk je van, ja. Dat is een beetje mezelf aan het mompelen, hè. Ja. Hey, je bent niet alleen, hè, jongen. Ja, dat is waar. Sorry. Jongen. Oké. Een egoïstische gedoe van die mensen, hè. Die echt denken van, dat doe je toch niet, jongen. Hè? Ja. Deze auto nog gewoon fatsoenlijk vooruit komt, ook over banden. Ik heb echt blokkerende banden, maar dat ding gaat best wel hard. Oké. Oké. Hodem! Moest je die drugs ophalen? Ja, ik reed dat steegje in. En ja, ik ook. Ja, en er schoot in één keer 8 man op je. Ja. Ja. Ik ben nog niet dood. Ik was ook niet dood. Ik heb het gehaald. Headshots! Moet je vaak tegen de omgeving vechten? Dat vraag ik me dan weer af. Tegen de omgeving vechten? Ja, gewoon tegen NPC's. Ik denk het wel, want je moet ook banken overvallen en zo, dus... Ja, oké. Porta madre! En de politie is natuurlijk NPC's, hè? Ja, maar de politie zijn gewoon een stelletje... NPC's. Ja, naaikezen wilde ik zeggen. Vond ik zo'n mooie opmerking ook trouwens, hè? Dat is een Amerikaanse... Weet je wel, Amerika doet vrij moeilijk. Nou, laatst GTA trouwens, dus minder gezeik over gehoord dan gemiddeld. Maar dat was een Amerikaanse politieagent, dat was een Nederlandse. Die het ook erg vermakelijk vond om gewoon GTA te spelen en politieagenten dood te schieten. Oké. Dat is toch mooie dingen, is dat toch? Of ja. In de gamewereld. God. Zo van. Nou, in Australië is het verboden, toch? Is het zo? Ja. Dat weet ik niet. Saints Row 4 is verboden in Australië. Nee, maar die was zo. Dan mag ook helemaal niks, hè, dat land. Net Duitsland. Ja. Alleen heeft Duitsland nogal makkelijk met importeren. Ja, kijk, Duitsland geeft zeg maar elke game. Dat is zo mooi, hè? Die Shadow Warrior Let's Plays die ik had gemaakt. Was op een gegeven moment een Duitser, want die had op gereageerd. En die zei zo van... Of een Duitser? Ja, volgens mij was het een Duitser. Zo van, weet je, zo van, oké. Okay, weet je, deze game gaan wij dus echt niet in deze staat zo hier zien. Zo van, als je de gore wil zien, nou prima, maar... Niet hier. Ja, nee, precies. Maar dan moet hij dus het video'tjes lekker online gaan kijken. Dat is wel raar dat ze dat aanpassen in games, hè? Weet je? Ik laat die mensen lekker. Ja, als je een overheid dat die er moeilijk over doet, weet je, dan houdt het al heel snel op, hè? Ja. Hey, wij zitten bij Nederland. Ik bedoel, we hebben het hier
echt, echt. Weet je, dat ik laatst, ik liep over straat en ik zag de serieus, zag de D66, zag ik staan met pamfletten voor de legalisering van wiet. Ja? Ja. En ik keek ze zo aan, weet je wel, wat voor type mensen dat waren. Ik had dus net GTA gespeeld met de missie dat wiet gelegaliseerd zou worden. Ik stond echt op de straat te lachen ook als de donder. Dat zei Stigo was dat. En ik zat zo'n beetje rond te vloeren, zeg maar, van... daar loopt hier een mannetje met de drugs rond. Wacht even, ik heb even overgrijpend. Ja. En laat zo zeggen, ik zat te kijken wat voor type mensen het een beetje waren. Maar je paste wel een beetje bij, zeg maar. Ja, nou voor mij is het pas in één land ter wereld waar het nu helemaal gelegaliseerd is, hè. Dat is Uruguay. You are gay. Maar Nederland is ook... Ja, bedoel nee. Naast... Nederland is gedoogd. Huh? Oké, okay, dit mag je me even uitleggen, want dit snap ik ook niet helemaal. Nou. Oké. Okay. In Nederland is het legaal om wiet te om als consument wiet te halen in de coffeeshops. Ja, maar dat betekent... Hetgene wat illegaal is... Is het dus inkopen ervan. Is het inkopen wat de coffeeshops doen bij de mensen die het kweken. Ja, nee, dat wist zodra, ik wel. Zodra het dus in de coffeeshop is, is het weer legaal. Dus het is gewoon gedoogd. Zeg maar, de overheid knijpt gewoon een oogje dicht in principe in Nederland. Tot het te groot wordt en dan hebben ze... Nou ja, het is voornamelijk de druk van Europa die ervoor zorgt dat wietpassen zo wordt ingevoerd hier in Nederland. En dan zie je maar dat misschien nog wel ter sprake is, want... De wietpas in het zuiden van het land, waar mijn familie woont, zeggen dat het een absolute ramp is. De criminaliteit op straat enorm... Is dat nog steeds zo? Ja. Wel, oké. Okay. Ja, dat is vanwege die Belgen, hè, die dan op de grens over gingen om wiet te kopen. En dan weer lekker stoned, of teruggingen zelfs. Heel, heel veilig. Ja, precies. Ik heb jointje, whatever, maakt niet uit. Maar het zou zeggen, ik heb een keer bij iemand in de auto gezeten. Die dan echt, die zat toch wel 3 jointjes te roken tijdens het rijden. En we moesten toen van het noorden van Nederland helemaal naar Brabant toe rijden. En dan weet je, dan heb ik wel zoiets van, ja, weet je, leuk en aardig. En je kan zeggen wat je wil. Maar het is toch, niet in de auto. Ja, nee, maar dat is natuurlijk gewoon zo, ook niet drinken tijdens het rijden. Nee, tuurlijk. Maar dan, nee, maar... Het is gewoon gedoogd hier in Nederland, dus... Ja. Ik moet trouwens nu een online game spelen. Online game spelen? Ik moet betten. Oké, okay, ik heb nu die missie gedaan met die bandit doodschieten. Hoe ver ben ik dan? Sta niet? Ja, dan moet je nogal wat missies spelen. Ik moet nu... Ik moet nu een team deathmatch spelen met only one life. With only one knife? Life. Life, oké. Okay. Winkel. Het is zo spannend. Waarom is mijn auto ineens van motorkap veranderd? Ik heb ineens carbon, een carbon voorkant. Nou, fijn toch? Nou ja, carbon ja. Is fijn. Ja, carbon. Ik vind het niet altijd even mooi hoor, op je auto. Last team standing. Oké, dit is wat leuk. Iedereen heeft gewoon hetzelfde leren jasje gekocht ook, weet je. Ik heb een leren jasje gekocht. Ik vind het lekker vet. Ja. Maar iedereen heeft hetzelfde leren jasje bij mij. Wat bedoel je? Bij de clothing store gekocht? Ja. Leren jasje? Nee. Ja, weet je, ik ben... Laten we zeggen, dat is die discussie. Jij bent een mannetje, toch? Ja. Ja, ik loop met een vrouwtje rond. Puur, kijk dan. No. Ja? En je wil het kunnen zien. Nou, de grap is, er zijn helemaal niet zo heel veel mannen die dat werk hebben. Ik hoor het wel eens vaker, hoor, daar niet van. Maar, Nee, precies. Het ja, is... maar maak geen flikker uit natuurlijk. Ik vind gewoon, ja, ik ben een man. Ja. Ja, dan wil ik ook een mannetje hebben. Nee. Ook met, hoe heet het? Met, Mass Effect bijvoorbeeld. Ben ik ook altijd een. Och, hoor, Ux. Het is geen winter, lieve GTA. Ja, laten we sexy army boots doen. Nou. Ik ben benieuwd. Ik ga een. Kijk, weet je, dan heb ik precies. Weet je, dan heb je zo van die mooie boots, weet je wel. Dan denk je van, nou, heb je ze in het wit? Nou, net een wijf hoor, wat we hier doen is aan het shoppen. Dan heb je witte schoenen. Nee, mag niet. Die is currently unavailable. Rank 9 moet je daarvoor zijn. Nou, dan gaan we eerst voor de dark look, hè? Denk ik dan maar. Dat is allemaal zo, hè? Oh, misschien, ik zit trouwens schoenen te kopen, dat ik helemaal de rest nog niet heb bekeken. Laat ik eerst een shirtje halen. Een broek. Suit jacket. Net. Okay. Ik ben echt mijn leven aan het verliezen hier. Hey, wacht tot het erbij komt. Welke jacket heb jij dan? Oh, een leather jacket. Ah, toch wel. Bastiers.
Oh ja, joh. Oh joh. Kijk. Hoppa! Pistolize, mannen. Ik heb er één dood. Waar gaan we nou? Wat zie je gezicht? Bikinis. Met een kleine bikini. Hoppa, nog één. Ik heb al twee mensen afgemaakt. Hop, drie! Ik ben niet zo goed. Ik ben een one-man team, jongen. Ik ben er eentje. Ik heb het hele andere team uitgeschakeld. Oh shit. Oh nee, dan ga ik dood. Shit. Ik heb het niet doen, maar ik heb wel drie van hun team afgemaakt. Drie stuks. Mhm. Ah, shit. En dan verlies je dan. Browse tops. Browse hats. Ah, oh, ik had moeten weggaan. Helmet? Ah, dan baal je toch al een klein beetje eigenlijk. Ja hoor, je hebt Beats koptelefoons. We hebben serieus die dingen lopen sponsoren. Ja, Beat of... Ah, nee, Tony. Bijna. Ik ben geen Fransman. Ik hoop dat ons team vindt eigenlijk. Lieve game, hebben jullie ook broeken? Nou, nu gaat iedereen wachten en shit. Dat vind ik zo dom. Ga gewoon... We lopen alleen maar te campen, joh. Wat is dit voor onzin? Je weet hoe het gaat, jongen. Het is altijd hetzelfde, joh. Maar het voelt wel fucking goed dat ik er gewoon drie geklipt heb. Gewoon... Eén voor één achter elkaar, hoppakee. Mm-hmm. GTA-stijl. Ik hoop dat ons team ook gewoon wint. Wij verdienen dat te winnen. Oké, okay. I do not understand. Do you sell pants? I'd like to have pants, please. Hats? Yes, leuk. Tops? Ja, yeah, is ook niet pants? Nee. Is dit? Ja, dan moet je pants meer bij de pants zoeken. Ja, ja, hey. Daar, daarboven. Echt een campertje dit ook. Nee, dit is broeken. Pants. Bikini bottoms. Dit ziet er ook echt... Come on. Nee, dit is niet echt sexy. Skirt, ook niet echt. Nee, sportshorts. Ook niet. Chino's, wat is dat ook? Oh ja, broekie. Dat is wel suitpants. Ook echt gewoon bizar. Gewoon dat je 4 tegen 4 speelt. Twee van ons overleven. Ik schiet drie mensen van het team dood en dan... Dan vraag je af van je teammaten blijven. Mhm. Wat daarboven? We gaan gewoon lekker eventjes eerst in makkelijk kleding geld verdienen. En dan later in de game gewoon mooie dingen kopen. Ah, ik ben eigenlijk weer aan het wachten. Dus ik kan gewoon lekker met jou meekijken. Ik moet nog 5 minuten wachten voordat ik weer iets kan doen. Mhm. Ik kan wel quitten, maar dan quit ik de mission. Dat vind ik een beetje zonde als we toch winnen. Ja, nee, precies. Oké, volgens mij heb ik kleding gekocht. Gekocht? Ja! Je kunt swappen. Ja, dat is leuk dat je kan swappen. Maar dat heb ik nu niet nodig. Je vrouwtje aangekleed. Doet de politie nou? Die rijdt de winkel in. Oké. Okay. Ik heb nu kleding gekocht. En nu? Wil je waarschijnlijk hetzelfde als ik doen. Wat is dat? dan moet je die missie doen moet je een auto gaan zoeken voor customs. Word je gebeld? Ja. Oké. Okay, dus ik moet gewoon... Je moet gewoon even in de auto of in een auto stappen. Oké. Okay. From quick play action by pressing or holding. And there. Oké. Okay. Doet ineens niks meer. Incoming call from Lamar. Ja. LD! It's your boy Lamar, bro, man. It's your boy Lamar. Nou, kijk echt. Dus nu leren we hoe winkels moeten overvallen. Ja. Nice. Oh, ja, moet je even, ja. Laat ik even alle goede orde. Ik was net begonnen, jij net klaar was, toch? Doe je? Wat heb jij al wel gedaan en wat heb jij niet gedaan? Ik heb alles al gedaan. Ja, oké. Okay. Dus toen wij begonnen met opnemen, heb je alles al gedaan? Ja. Dus we laten niks dubbel zien. Oké, okay, man. Volgens mij wel. Okay. Maar jij gaat zo editen. Oh ja. Yes, we hebben gewonnen! Hold. Woehoe! Quickly accept invite. Ja, joh. Prima, joh. You accepted the job from Lamar. Hoppa, $2170 erbij, in de pocket. 2100? Ja. 50. Oh, oké. Okay, yeah. It's your boy Lamar! Ik zat nummer 1, ik zat bovenaan ook nog. Hoppa, zo doen we dat. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk een paar dingen die me opvallen trouwens, GTA Online. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Auto's rijden echt super agressief rond. Ja. Een auto proberen te kapen is gewoon suicide. Even denken, ja, zodra je een auto jat... Ja, in de rond. Ja, klopt. Zodra je een auto jat, is er een grote kans dat je direct politie achter elkaar krijgt. Politie is no mercy. Ze zien je, schiet je dood. Ja, oké. Okay. En even denken, wat was er nog meer? Er waren nog meer van die dingetjes. Maar ja, het inladen van spelers is ook heel interessant inderdaad, want dat is niet ook helemaal accuraat. Stel, Stan en ik komen elkaar tegen, dan kan ik met een pistool, zeg maar... Drie kills. Ja.
stores kan ben. Dus wat is dan? Weet je nog dat wij dachten dat die ATM stores waren, dat we geld konden dumpen? Dat zijn dus daadwerkelijk winkels die kunnen overvallen. Ah, oké. Okay. Hello and welcome. Hello, welcome. Dat heb ik gedaan. Waiting 49 seconden. I know what to do. 1. Get me the magazines, please. Now, the pretty ones, yes. Schiet helpt ook, hè. Schiet helpt ook. Niet hem inzitten, maar daarna schieten zo. Intimidatie, douwe. Nou, dat zeg je maar, of ik doe het gewoon. Nee, dat is echt zo. Je weet dat ik achter een randelijke biel ben en gewoon alles misschiet, hè. Ja, je moet niet hem neerschieten. Ja, daar ben ik super goed in. Nee, doe maar gewoon niet. Niet? Nee. Your wanted level is shown. Ja, oké. En daarna moet je wegvluchten. Ja. Oké, doodschieten die handel. Hoppakee. Dankjewel voor meehelpen. Evil douwe. Wegrijden? Kijk, dit is namelijk de hele... Dit is mooi vergeten. Ja. Oh, man. In steegjes verstoppen. Dat kon niet in 4, of wel? Nee, volgens mij niet. Waar gaan we naartoe? Laten we daar... Oh, we gaan helikopter op maar schieten, joh. Oh, nu gaan we Ik wil het zeggen. Ik zie nog steeds. Meneer de politieagent, vind ik dus niet lief, hè? Dat je dat zo doet op de weg parkeren. Een mooie snelle auto's links met de rest van het rijden. Ik zie alleen wolkjes. Oké. Okay. Wacht even, ik word hier bijna doodgemaakt. Wat is een plek waar politie niet snel komt? Nou, bij mij gebeurt er helemaal niks meer. Ik heb het vermoeden dat ik hier niet gespot ga worden. Tenzij de politie geen achter me aanrijdt, maar... Ik heb het gevoel dat mijn game hangt. Of... Oh, wacht, ik kan mijn telefoon wel gebruiken. Oké, jongens, weet je, dit is ook een trucje trouwens die werkt, hè? In de bosjes verstoppen. Loading. Ja, je moet wel wat geduld hebben met GTA Online. Dat is vaak denk je dan hij hangt vast, ook als je poppetje maakt volgens mij. Ja. Je moet even 10 minuten gewoon voordat hij gewoon oké. Okay. Ah, 10. Het verschilt een beetje. Soms is het heel snel, meestal niet. Nee. Wat ik zelf denk is dat hij gewoon een server probeert te zoeken. Dat hij gewoon een matchmaker is. Nou, dat is wel heel lang dan. Ja, ik heb serieus geen idee. Ja, ik heb weer zicht. Okay. Oh, mijn auto is ook al redelijk aan toe, zeg. Weet je wat me gisteren trouwens opviel? Dat als je klappen krijgt, GTA, dat je schijt in je kop krijgt. Dat is wel grappig. Heb ik het vandaag weer? Nee, vandaag heb ik het niet. Nee, ik had echt allemaal vlekken op mijn smoel. Echt, ik dacht, oké, wat is dit? Hoppakee. You can share the cash from your last year for the cash selection of interview. Wat? Share the cash. Share? Dus dan doe je dat met andere mensen? Ja, precies. Wat is dat? Dat kan niet, dat doen we niet. Ik ben een fucking evil crook. Ja, zie je? Lantaarnpalen omrijden. Okay, ik ben nu officieel klaar met alle preparations en zo. Oké. Met alle preparations. Dus wat jij net aan het doen was, hoorde er dan gewoon bij. Ja. Oké. Dan stel ik voor dat we nog heel eventjes doorspelen. Niet al te lang. Een paar minuutjes nog. Even kijken of ik nog iets krijg wat... snacks. Snacks? Ik ga nu lekker mijn eigen bak rond. Even kijken. Hebben we snackies? Cash? Ja, dat is niet handig. Ja, heb ik je menu? Hats. None. Body armor, none. Ik ga gewoon verder met de missie doen. Hoe kan je jezelf healen? Weet jij dat? Gewoon wachten. Ja, maar en snacks. Ja, maar hoe activeer je snacks? Select indrukken. Ja, inventory? Dan heb ik geen snacks. Dus als ik geen snacks heb, dan heb ik geen snacks. Oké. Okay. Ja. Wel logica de logica is, hè? Hello. Oké, ik begin weer een missie. Downloading missie. Kijk of die download is. Ah, dit is Simeon. Nu snap ik eindelijk wie dat is. Je eerste missie. Ja. Maybe you should improve yourself with a fine car. Zo annoying dat die missies gewoon... Dat elke ding dat hij vast loopt, maar hij loopt niet vast. Nee. Nou, ik kan dat checken, hè. Door je Xbox Guide button in te drukken. Job failed to download. Please retry. En mijn auto is ook weg. Oh nee, het is niet weg. Dan gaan we nog een keer proberen. Steal a vehicle to use as your own. This vehicle will be available to you in a future online session. What? Ja, je moet die saber eigenlijk gewoon pakken, weet je wel? Die ook de eerste keer moet stelen. Dus je bedoelt gewoon die strepen erop? Ja, precies. Die heb ik er ook gejat. Ik heb ook ineens politie achter me aan. Ik heb niks gedaan. Mm-hmm. Oké, ik ga eventjes naar Vinewood en daar even spotten of daar een dure auto aan wordt. Nee, maar dat werkt dus niet. Werkt dus niet? Nee. Wat moet je dan doen? Gewoon een auto pakken. Huh? Ze zeggen net tegen mij dat... Oh. Ja, maar dat is een primary car. Die heeft wel een tracker of zo. Gewoon luister wat ik zeg. Ik heb het al gedaan. Dus ik moet gewoon een willekeurige auto pakken? Ja, ik zou een leuke pakken. Weet je nog dat je met die temporary account aan het spelen was? Ja.
Die moest je pakken. Oh, ik... Maar ze zeggen net tegen mij dat het niet uitmaakt welke auto je pakt. Nou, dan doe je maar lekker wat jij wil douwen. Dat doe je maar gewoon luister niet, vind ik ook goed. Looster caps, dan gaan we dat eerst even doen. Oké, maar wat ben jij aan het doen dan? Ik ben nu met vier andere mensen een missie aan het doen. Met vier andere mensen? Gewoon een missie gewoon die erbij haalt alles? Ja, precies. Nice. Kan ik hier tussendoor? Nee, natuurlijk niet. Maar ze zitten wel op een VoIP. Kijk of ik dat uit kan zetten. Dan zou je zo meteen ook nog die stemmetjes erlangs. Mooi zo vaak. Ja. Holy fuck, die heeft een dikke car. Is het een soort compleet tenniscomplex? Steal the meth. Jongens, we gaan er niet naar mij toe lopen ineens, of wel? Volgens mij zijn ze dat wel van plan. Even een dikke bak deze auto, joh. Get a vehicle. Wij moeten de meth stelen. Beetje PD-shit-stijl. Mm-hmm. Oké. Maar hoe denk je erover? Want dat was namelijk een... ik zag laatst een online nieuwsberichtje. En wat die zei... Dus ik vind deze auto meer dan prima, die ik heb. Hoe heet het? Wat die zei... Oh, kijk, nee, dit is hem. Ja? Oké. Wat hij toen zei was dat de online multiplayer van GTA tijdloos was. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Dat is gewoon eigenlijk een massive online multiplayer game eigenlijk. Ze kunnen gewoon missies blijven uitmaken. Ze kunnen content blijven creëren. Mm-hmm. Want ja, het is gewoon... Ja, ik bedoel, net als met DLC. Je breidt het uit. Maar ja, dat is nu online. Dat is gewoon een stukje makkelijker. Toch? Mm-hmm. Het is ook tijdloos, maar GTA blijft altijd wel een beetje tijdloos. Want je speelt altijd wel een keer weer opnieuw en dan ga je toch weer doorspelen. Ja. Dus ik snap nu het hele issue. Die auto's waar je het begin van dat ding mee van kon kiezen, ja, die kan je naar het Los Santos ding brengen. Want ik pakte dus net even die snelle auto. Ja, dat zei ik toch? Dit is een tracker. Ja, je zei het weer half. Nee, ik zei niet half. Die kan niet, zei ik. Ja, dat is half. Nee, dat is niet half. Die kan niet. En ik wil een reden hebben. Hetzelfde als ze zeggen, ja... Ja, hij zegt die hebben een tracker. Nee, maar je weet welke, maar dat jij die ene die je er kon pakken, maar dat was maar één auto die we toen pakten. Nee, maar dat ging gewoon, dat zijn primary cars, zei ik toen, dat is ook een reden. Ja, ik weet niet welke alle primary cars zijn. Dat is allemaal termen, hè? Je bent een tikkie verder. Ja, maar de dure auto's zijn dat. Ja. Deze man kan echt niet rijden, het is echt niet normaal. Ja. Fit a tracker to your vehicle and a marker will be added to your vehicle. Oké, prima. You can purchase insurance total. Make a claim for a new vehicle. Hier komt er weer. You can download the iFruit app to your personal smartphone device or tablet. Nee, dat kan dus. Oh my god, ik ben dood. Huh? Holy fucking moly. Het ging me een beetje te snel, ja. Out of lives. Oké, nou dan was de missie over. Oké. Een beetje dom dit. Had jij je ding al geüpgrade? Nee, hè? Of wel? Wat pistool? Je auto. Nee, joh. Want je zei dat het super duur was, hè? Ja, dat is best wel duur. Holy damn! 40.000 voor een armor upgrade. No, thank you. Get your vehicle resprayed. Even kijken, waar staat dat er? Loss and theft prevention. Tracker? Ja, doe maar. Full coverage? Why the hell not? Respray. Primary core. Oh, we hebben crew emblem. Hebben we een crew emblem? Heeft onze Instagram club nog geen crew emblem gemaakt? Ja, ze was niet uitgenodigd, denk ik. Ik zit er wel in hoor. Als het goed is. Nou. Deze man doet me niks. Die wacht maar lekker. Even kijken of we een mooi IG-kleurtje kunnen maken zo. Ik ga hier gewoon uit, ja. Ik heb helemaal geen zin om te wachten. Je hebt geen zin om te wachten. Fuck die shit. Oké. Zullen we kijken hoor, wat zijn mooie kleurtjes. Weet ik niet. Weet ik niet, ouwe. Je smaakt misschien maar gewoon op. Ice white heb ik nu. Nou. Wat nu? Ja? Ja. Ik heb insurance, alles. Ja? Ja. Mijn mooie auto. Dit is die Mercedes bak van de race. Heeft tenminste een beetje power in zijn staart zitten. Mijn auto heeft ook power hoor. Dat is al best. Even kijken hoor. Naar die features review kun je komen. Plasterstone. Oké, ja prima. Maar dat kost waarschijnlijk geld. Hoogstwaarschijnlijk.
Ik ben nou ontevreden over de blauwe blik van Wouter. Maar goed, ja? Gaan we team deathmatch doen? Wij team deathmatch doen? Oh, nee. Oh, het zat vol. Helaas. Uitleg. Ja, ik zit met mensen die aan mij schrijven. Ik snap wat ik bedoel. Ik kon kijken naar een... Je werd uitgenodigd om mee te vechten. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd of jij ook hier in de buurt bent dan. Of kan ik jou zien? Je kan zo keer checken of ik in de buurt ben, hè, door met van je mobiel te checken. Je zit niet in mijn server, volgens mij. You can challenge another player to our impromptu race using the interaction menu. Oh, oké. Okay. Yeah, why would I do that? Ja, ik merk nog wel dat deze auto niet genoeg power heeft. Ze staart om... Dit is oranje auto wel mooi. En nu? Kijk, er gebeurt er wat. Oh, yeah. Head over to... Cyberslash. Nou, krijgt hij gun mission. En nou, dan vind ik het eigenlijk prima. Dan gaan we de boel weer zo, even... Zo, we gaan meteen beschoten. Wat de fuck is dit voor een onzin? Mee eens? Ja. Wij gaan zo meteen, nadat ik deze laatste missie heb gedaan, gaan we de boel weer afsluiten. Dan ja, heb, dan komen we... Die gun mission, daar ben jij ongeveer waarschijnlijk wel afgerond, of niet? Ik heb alles afgerond, ja. Ja, nee, jij startte deze aflevering. Ja. Waar startte jij toen? Waar was jij toen? Weet je dat nog? Nee, niet echt. Oké, nou ja, goed, dan doen we het gewoon... Heel veel uit. Ja, de indruk is wel duidelijk. Je hebt het introfilmpje hebben goed laten zien. Precies. Ja, we gaan daarna komen gevierd dat we een bank gaan overvallen en zo. Ja, precies. We gaan sowieso hierna gaan wij gewoon... We gaan eerst een beetje inkomen. In ieder geval zorgen dat we wapens hebben, et cetera. En daarna gaan we gewoon een leuk let's playtje opnemen. We zullen uiteraard nog, specials komen. Ik denk dat de rest van de crew ook een GTA zal oppakken. Mag ook wel, na al deze tijd. En dat is niet zozeer de jongens zelf, maar naar de game uiteraard. Burn, bitch, zeik. Ja. En... Maar ja, dat heb jij ook altijd zo last van. Weet je, dan heb je zo'n straathoek en dan popt er ineens op de hoek op het laatste met een paaltje zo. Ja. Dus tink, oké. Okay. Heel fijn. Ja, dan heb ik een krassie auto, hè. Dat is natuurlijk niet relax. Voor mijn gevoel ben ik hier nog nooit geweest, ook niet in de singleplayer. Kom je nog eens ergens. Hoppa! Gehatcheld, bitch. En ik pak je Ferrari af. Ferrari? Jobs can only be triggered on foot. Wat? Even kijken, you know, you're in charge. De auto verdween gewoon in één keer. Ja. Oké, okay, en toen? We zijn nog steeds aan het uitleggen? Mijn poppetje is onzichtbaar. Hoezo dat? Dit is echt fucking grappig, dit. Mijn poppetje is onzichtbaar. Mijn motor rijdt, mijn motor rijdt zonder iemand erop. Dit is echt... Hopen dat het ook voor meer mensen is. Dat zijn dus allemaal... Dit is fucking weird, dit. Ik kan mijn eigen poppetje niet zien. Oké. Okay. Die Cypress Flats, die heb je al gedaan. Ja. Dat is een deathmatch. Douwe, dit is raar. Dit is heel douwe. Ja, wat is raar. Ja, het is niet meer op die motor. Die motor rijdt gewoon. Nog steeds? Ja, ik rijd nog steeds gewoon. Maar ik zie mezelf niet. But you will only have one life. Moet je deze missie doen? Ja. Oké. Okay. Even kijken wat er allemaal te doen is. Ja, jongens. Weet je, af en toe is GTA ook... Dat schiet op. Dat eindeloos uitleggen. Gewoon... Oké. Okay. Nou, ik zeg dat we gaan afronden dan. Nou ja, toch wel. Nou ja, weet je wat? Deathmatch hebben we bij jou ook al gezien. Hebben we een beetje het intro gezien en de actie gezien bij jou. Ik hoop voor in ieder geval voor deze aflevering dat het genoeg is geweest. Jongens, wij gaan gewoon lekker een beetje aankloten. Een beetje bekend worden met de game. Dus ik zou zeggen, ja, willen jullie iets specifiek zien? Zoals, hoe kom je de army base in, et cetera? Laat even weten, dan gaan wij daar gewoon compleet achteraan. Compleet ook, echt compleet. Ja, ik zat even ik had ook even een andere zin in mijn hoofd die ik ook nog even wilde zeggen. Laten we maar behouden. Wil je nog iets zien? Dat zou zeggen, geef even een gil. Aflevering deze is al vrij lang. Bijna 40 minuten, geloof ik. Maar dat mag ook wel na 3 weken wachten. Ja, inderdaad. Even denken. En... Ja, dat ongeveer. Dus in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Fijn dat je tot zo lang nog een volghouden, mocht je nog kijken. wij gaan nu in ieder geval weer gewoon lekker verder. We gaan de boel proberen. Laat weten of je er of je iets specifieks willen zien. Oh man, hint. Army base is leuk. Gaan we sowieso wel laten zien, hoor. dat mis je sowieso niet. Stam, ik zou zeggen, maak hem aan. Tot de volgende keer, jongens. Hoi. Dag.